de werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties komt mogelijk de Romeinse Limes te staan. In de zomer van 2021 neemt het UNESCO Werelderfgoedcomité een besluit over de voordracht van de Romeinse noordgrens langs onze rivieren. De provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben ingestemd met de voordracht van de Romeinse Limes voor de UNESCO Werelderfgoedstatus. Opname op de werelderfgoedlijst in 2021 is een belangrijke stap richting internationale erkenning van dit historisch rijke gebied.